Boom! Yo, what up, gasten? Het is weer eens tijd voor een verse 50! Woehoe! Wat hebben we daar lang op moeten wachten? Maar de verse 50 is er dan nu eindelijk! En ja, wat is dan het onderwerp van deze verse 50? Dat hoor ik je gewoon denken. Ik hoor het door de computer. Jouw gedachte, die straalt naar mijn hoofd. En ik, oh, ik voel het. Ik voel je pijn gewoon. Woehoe! Iedereen kent het wel en iedereen heeft ermee te maken. Daarom ga ik voor jullie de oplossing bieden. Iedereen heeft wel eens een keer zijn huiswerk niet gemaakt. En daarom zijn dit 50 redenen als je je huiswerk niet hebt gemaakt. Ik had het huiswerk en deed mijn bril op. Het wc-papier was op. Ik zweer het je, ik had mijn huiswerk gemaakt, maar er zat inkt overheen. Ik was rustig mijn huiswerk aan het maken, word ik aangevallen door blauwe mannetje. Ik verbleef van de Smurf. Nee, waar is van Avatar? Ik zei, what the fuck is dit al? Er werd in één keer aangebeld, dus ik deed de deur open, stond er in één keer een koe. Ik had dorst en er was geen terpentine. Maar juffrouw, ik heb mijn huiswerk niet gemaakt. Omdat ik te veel van je hou. Dus ik was mijn huiswerk aan het maken, kwam ik in één keer Pikachu tegen. Ik ving de Pikachu, wat doe ik? Ik vang een Caterpie. Ik zeg, ik heb Caterpie, ik heb Pikachu, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Werd ik aangevallen door Charmander. Dus ik liep door New York heen en toen bedacht ik dat ik mijn huiswerk moest maken. Ik was aan het fietsen naar school, knalde ik tegen een boom op. Zei die boom wat de klootzak bij. Ik zo, kunnen bomen praten? Zei de boom nee. Ik was mijn tanden aan het poetsen met soepstengels. Ik was mijn soepstengels aan het poetsen met mijn tanden. Ik was de Justin Bieber. Bieber fever. Nee. Geen Bieber fever in deze video. Heeft iemand een flesje? Flesje naar zijn hoofd. Ik ging mijn huiswerk maken bij de bioscoop. Wat doe ik? Ik ging een film kijken. Sorry. Dus ik ging naar de cafetaria. Ik zei Wilfried Kandel, kreeg ik mijn huiswerk terug. Ik ging gewoon even naar het park, want ik wou een egel knuffelen. Wat gebeurt er? Ging die egel in één keer zo prikken. Klootzak. Ik was mijn tand verloren. Ik leg hem onder mijn kussen. Wat gebeurt er? Komt de tandenvee langs? Ik zeg nee, ik wil Sinterklaas. Wat zegt hij? Dat ik moet wachten tot 5 december? Dus ik liep over straat. Ik liep per ongeluk mijn huiswerk vallen. Ik bukte, komt Geert Joling eraan. Nou, dan ren ik echt voor mijn leven. Dat kan ik je wel vertellen. Mijn fairly old parents waren verdwenen. Dus ik ging naar huis. Ik ging naar de badkamer toe. Want ik wou even douchen. Wat gebeurt er? Denk je? Ik word nat. Door die douche werd ik nat. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik wou mijn huiswerk maken, alleen kwam er in één keer vuvuzelen aan. Nou, dan ben ik echt weg. Dan ben ik weg. Dan kun je mij, zie je mij niet meer terug. Voordat ik mijn huiswerk ging maken, wou ik even eten. Alleen toen ik ging eten, zag ik in één keer een dolfijn. Ik zeg tegen dolfijn, wat doe jij? Je zei, waaah! Dus ik wou mijn huiswerk maken. Ik deed de deur open, zag ik in één keer Mickey Mouse staan. Ik zei, hey Mickey Mouse, zei die fuck you. Dus ik ging naar huis om mijn huiswerk te maken, maar ik wist dat ik hem niet ging maken. Dus toen heb ik deze video gemaakt om duidelijk te maken dat ik mijn huiswerk niet heb gemaakt. Dus ik ging naar huis en toen kon ik achter dat ik met deze hand ook kan zwaaien. Het is niet alleen die hand die kan zwaaien, deze allebei. Ik kan met twee handen zwaaien. Dus ik ging naar school, toen zag ik het tentje. Ik doe het tentje open, zie ik de Snorlax. Ik zo, Snorlax! Wat denk je wat hij doet? Niks. Hij deed niks. Dus ik leg mijn huiswerk en ik ging naar school. Ik had mijn huiswerk even neergelegd in de onzichtbare bootmobiel van Mimiman en Mosseljongen. Alleen ik weet niet waar die staat. Ik was aan het chillen met Perry het vogeldekdier. Dus ik liep naar huis, toen viel ik in de put, zat ik in één keer in Japan met mijn huiswerk. Ik zo, oh nee, dat wil ik niet. Dus ik vloog heel snel terug naar Nederland, ik ben mijn huiswerk vergeten. Dus ik word de afwas gaan doen thuis, ik liep naar de vaatwasmachine. Wat denk je daar? Ik zie daar een otter staan met een bal. Ik zo, wat doe je met die bal? Liep de otter weg. Nou, er liep een kanarie door de briefbus. Beste juffrouw, mijn huiswerk heeft ook rechten. En mijn huiswerk mag zelf bepalen wanneer hij iets wil doen of niet. Wie ben jij om te bepalen wat mijn huiswerk doet? Ik heb de hoofdrol gekregen in een musical, Barzan. Bardo, Barzan, hey. Ik heb mijn eigen talkshow gekregen, Bardopra. Ik heb ook mijn eigen pop gekregen, Bardi. Ik wou mijn huiswerk maken, alleen toen ik naar binnen wou gaan, zag ik dat die deurknop van Alice in Wonderland was. Hij begon te praten. Ik kocht een visje en ik gooide hem tegen de muur en nu is hij overleden. Ik heb er nog wel op geslagen een paar keer, om te kijken of die niet zijn hartje nog wel kloppen. Onze wc die wou niet meer doen, dus ik bel naar een loodgieterbedrijf. Wat denk je, komt die Super Mario in mijn huis binnen? Die begon vuur overal naartoe te gooien. Dus ik zei zo tegen hem, wat de fuck doe jij dan met mijn huis, man? Begon hij tegen mijn muur te stompen. Hey, it's me Mario. Ik dacht hij geld kon krijgen daarvan of zo. Hij speelt echt te veel videogames, die Mario. Ik ging naar de orthodontist, want ik wou een kuifje. Ik ging naar kuifje, want ik wou een orthodontist. Ik ben achtergekomen dat als je links kijkt, dat je rechts niet meer kan zien. Ik wou gaan waterskiën in Noord-Zeeland, alleen ik wist niet waar het lag. Mijn moeder heeft nieuwe hakschoentjes gekocht. Ik ging met een paar vrienden in het park Star Wars naspelen. Ik heb een naakte baviaan gezien. Dus ik was bij de IKEA, ik ging slapen, nu ben ik wakker. Ik liep naar school toe, want ik zat mijn voeten vast in een put. In een put, mijn voeten in een put. Dus ik was bij de cafetaria en die meneer die zei tegen mij, wat wil je bij de patat? En ik zeg, ik wil een eekhoorn. Dan zegt hij, we hebben alleen maar één hoorns. Ik zeg, oh nee, wil ik niet, oh nee. Ik ben fossielen gaan zoeken en ik heb niks anders gevonden dan Patricia Pai. Nou, dat waren er alweer 50. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt, want ik heb heel lang niet meer zo'n video gedaan en mij lijkt het wel weer lachen om zoiets te doen. Ik heb nog geen idee wat ik verder allemaal nog ga maken voor jullie. Ik hoop dat jullie hier in ieder geval van genoten hebben. En zeg even in de comments hier beneden. Wat is jouw beste smoes om je huiswerk niet af te maken? Ik ben best benieuwd wat jullie allemaal verzinnen te hebben. En ik hoop trouwens ook dat dit er wel 50 waren. Want heel vaak skip ik nummer 16. Stuur deze video door naar mensen die ook nooit een huiswerk hebben gemaakt. Dus niet naar nerds die weet je wel. Die altijd hun huiswerk af hebben. Gewoon naar mensen die nooit hun huiswerk maken. Stuur deze video naar hun toe. En ja, dan check ik jullie later. Je kijkt de wereld draait door in de ochtend. Dat kan niet eens. Ik heb een meisje verkracht in de bosjes. En vermoord. En dan.